Dit is magneetvisser Jan Duurt Dijkman. Met een grote magneet vist hij fietsen, onderdelen, sleutels, servies en nog veel meer troep uit het water. Soms komen er ook bijzondere spullen boven, zoals afgelopen weekend. Hij vond toen hij meevoer met de drijfveilddag van de gemeente een oude anti-tankmijn. Voel je dan zelf niet ook een beetje onveilig dan? Nee, in eerste instantie, ik had gelijk wel in de gaten dat omdat hij helemaal onder de roes zat. Ik had gelijk wel in de gaten dat het mis was, maar echt zeker weten, dat doe je het op dat moment niet. En wat is er toen met die mijn gebeurd? Nou, ik heb gelijk gezegd van we moeten aan de kant en iedereen van de boot af. En belde chef van de politie, de technische de explosieve voorverkenner van de politie erbij halen. Die schakelt dan de EOD in. 3, 2, 1. Ja. Vorig jaar heb ik deze grendelgeweer, een Nederlandse Hemburg-karabijn, gevonden in de Gorrechtvijvers. Vroeger was dat een kanaal. En een Nederlandse soldaat is deze, of tijdens het begin van de oorlog, heeft hij die weggegooid. In het kanaal, denk ik. Hij lag in de vijver in ieder geval. Een Hemburg-karabijn, Nederlands leger. Dus gewoon één keer, omdat het normaal is het verboden. Vind je ook vaak spullen uit de oorlog? Ja. We staan hier bij de plantsoenbrug. Vorig jaar heb ik dus een Duitse K98 bajonet gevonden. Gewoon hier. Direct daar bij die dokdalf hier. Kijk. Dit is een oorlogswapen. Dit is waarschijnlijk op de vlucht door een Duitse soldaat weggegooid. Nou, kijk. Zie je het? Een mesje. Ja, een zakmesje. Ik dacht een aardappelschilmeester. Nee, het is verboden om hier in Groningen magneet te vissen. Ja. En zou je graag zien dat er dan een vergunning komt? Ja, ik zou graag, heel graag een ontheffing willen hebben. Omdat ik, zoals met de jongens van de gemeente hadden helemaal niet in de gaten wat het was. Ik denk, dan kun je misschien elkaar op die manier helpen. Ja, als we dan die jongens wel gaan dreggen, en dan kan ik ze misschien ondersteunen. Omdat ik gewoon dit jaar al 7, 8 keer explosieven gevonden heb. Vorig jaar ook al een aantal keer, dus ik zou ze op die manier gewoon kunnen bijstaan.